Ik sta hier op het boulevard in Scheveningen. Laten we gaan checken wat de Scheveningers vinden van een mooie wijk aan zee. En wat vindt u van Scheveningen? Ja, op zich een attractieve badplaats. Ik mag hier graag wandelen. Het is een mooie stad, maar ik vind het zo jammer dat er veel oude gebouwen teloor zijn gegaan. Vervangen door nieuwe troostloze flatgebouwen. Kijk, hier is. Persoonlijk vind die oude bebouwing veel mooier. Komt u uit Scheveningen daarna? Nee, wij komen uit Rotterdam. Komt u vaker hier? Ja. Ja. Wat vindt u van deze mooie verandering of lelijke verandering in Scheveningen? Weet ik niet. Ik vind het rommelig, maar het zal wel mooi worden. Het zal wel moeten, denk ik. Ik vind Scheveningen, ja, sommige dingen zijn in zijn voordeel veranderd en sommige dingen in het nadeel. Het nadeel is dat, ja, dat je dus eigenlijk de mooie huizen die er waren niet meer ziet. En maar één groot pluspunt is gebleven, het Koerhuis is gebleven. Hè? En dat is wel, ze hebben dat wel. Ze hebben wel concessies moeten doen, hè, want er moesten huizen voor gebouwd worden, anders dan was het afgebroken. En godzijdank hebben ze dat niet gedaan. Het zijn allemaal lelijke betonnen gebouwen. Nee, wel totaal fantasieloos. Ik vind er zelf nou iets aan als ik zo rondkijk. Ik vind het de schoonheid van het strand en van de boulevard wordt teniet gedaan door die fantasieloze gebouwen, die flats. Ik vind Scheveningen geweldig, maar dat komt. Ik ben zelf op Zeeuws-Vlaanderen geboren en ik hou van de zee. Ik spaar zelf vuurtorens en we zijn van de zomer gewoon weer op Zeeuws-Vlaanderen geweest, waar ik dan vandaan kom. Maar ik sta één dag in de week hier in de Bijbelkiosk en ik zie dus iedere week de zee. In Alphen aan den Rijn hebben we geen zee, wel een groot meer, maar voor mij is het stukje zee ook heel bijzonder. De strandtenten zijn mooier geworden, want dat waren vroeger kleine houten dingetjes. En het strand is ook veel breder geworden, want in mijn tijd, toen ik een jaar of 12 was, spoelden er regelmatig tenten weg, omdat het strand tekort was. Ja, nou ja, en ja. Aan de ene kant is Scheveningen mooier, aan de andere kant is Scheveningen niks meer. Als ik om me heen kijk, gaat het niet mooi worden? Nee, nee, nee. Want als je 200 jaar terugkijkt, hoe Scheveningen? Nee. Op de plaatsen bedoel ik. Ja. Scheveningen is gewoon, ja, leuk. Wij gaan eens in een paar weken koffie drinken en dan lekker vis eten. En dan is even naar Den Haag. En zo gaan we weer naar huis. Die huizen vroeger, 40 jaar geleden, waren toch veel mooier dan deze betonnen gebouwen? Ja, natuurlijk. Maar daar konden niet zoveel mensen in. En we hebben nu eenmaal plaats nodig voor de mensen die hier willen wonen. En dan moet u meer naar het oude dorp gaan. Want daar heb je die huisjes nog. Maar ze luisteren ook niet naar de Scheveningers die hier wonen. Nee, dat is natuurlijk ook uitermate jammer. Hè? Maar het probleem is dat het grote geld hierachter zit. En de gewone Scheveningers hebben niet dat grote geld. Zit echt de gentrificatie in Scheveningen plaatsvinden? Ja, inderdaad. U slaat de spijker op zijn kop. Ja. Alleen maar om toeristen en dat middeninkomensrijke mensen hier komen. Want die denken, ja, wij willen ook aan het strand wonen. Ja inderdaad. En ik heb zelf 17 jaar lang een appartement aan de Côte d'Azur gehad. Daar zag je precies hetzelfde. Hele mooie villa's die worden rücksichtloos gesloopt om plaats te maken voor fantasieloze grote flatgebouwen. Die per stuk 4,5 ton moeten kosten. Voor de toeristen is het onwijs goed geregeld hier. Jawel. Ja, is prima. Echt gezellig. De tram zat voor het Koerhuis. Ik zeg, de tram zat voor het Koerhuis, dat is fijn. En dan ga je zo de stad weer in. Dus ik vind het heerlijk hier ook. Ja. Maar het zijn voornamelijk middeninkomens, rijke mensen die hier willen wonen. Dus. Ja, maar ja, die hebben in Amsterdam ook de mooiste huizen. Ja, ze gaan ook daar verderop bij de vuurtoren. Ja. Die wordt verbouwd, maar daarachter gaan ze nog een lelijk betonnen gebouw weghalen, gaan ze een nog grotere, nog lelijker betonnen gebouw neerzetten. Ja, nou, dat tot mijn verbazing gaat een gemeenteraad daarmee akkoord. Ja. Ik begrijp het niet, maar goed,
Ik zal een van de weinigen zijn die dat niet begrijpen, want het wordt gewoon gedaan. En ik woon hier vlakbij de vuurtoren en ik krijg ontzettende last van het gebouw. We krijgen ontzettend last van het verkeer. He, er moeten 70 mensen komen wonen. En dat betekent dus 140 autobewegingen per dag in ieder geval. Verder is dat gebouw veel hoger gepland dan in het bestemmingsplan toegestaan is. Dus zegt de gemeente, nou dan passen we even het bestemmingsplan aan. Ja, dat is niet de essentie van een bestemmingsplan. Nou, verder komt het gebouw zo hoog dat de vuurtoren optisch gewoon wegvalt. Als je op de boulevard loopt, zie je de vuurtoren niet meer. Heel jammer, maar ja, dat is een tijdsbeeld. Niets aan te doen, denk ik. Betreuren. Verkeer is dan ook vaak een ramp. Rijden veel te hard soms. Echt vreselijk. Gevaarlijk. Maar de rolstoel, dat is een ellende. Gewoon omdat je de stoepen op moet komen of af en dan kukkel je naar voren. Of je moet altijd kracht zetten. Scheef. Stenen eruit. Dus daar heb ik, dat is niet leuk. Dat moet anders.